Ja, je bent alweer bezig, hè? Nou, jongens. Je bent alweer bezig, hè? Nou, hij is aan het zoeken. Hij is aan het zoeken. Die is helemaal zwart af. Ja. Helemaal zwart. Ja, hij heeft wel een navelstreng. Ja, dan stompt hij. Ja, tuurlijk heb hij een navelstreng. Dat hebben ze toch allemaal? Gewicht, kenmerk, helemaal zwart. Je moet je poot even optillen, Toes. Kan hij even een tepel zoeken? Ze willen hem niet echt. Ja, kijk, hij wil dan. Hij is aan het zoeken. Kijk hier. Goed zo. Goed zo, die hangt. Nee, nu is het. Je wil alleen maar die navel. En je ziet het niet, omdat hij zwart is. Op die bodem zie je hem niet liggen. Pup nummer 2. Ging zo snel. Laat maar Loes, hoeft straks helemaal niet meer te kijken. Kan ze op de video kijken? Even kijken, meisje, of hij een beetje dicht is. Ja. Kijk, ik hem drinken, joh. Ja. Mag hij ook drinken? Ja, dan komt de volgende, of niet? Ja, dan zeggen ze trippenpoot wel handig. Ja, ze begint ook weer te hijgen. Ja. Wil je even foto's maken, Sas? Ik zal nog wel. Is het Max? Nou, de 8,5. Dat is een lief, hè? Ja, joh. Ja. Max, kom hier. Ja, even toets de volgende, hè? Oh, ik zie, dacht dat ik al zag. Ja, dat kan. Ik kan het zeggen. Dat kan. Volgens mij zie ik ook al wat. Is hij aan het drinken? Aan het zoeken. Ja, hij is wel aan het zoeken. Volgens mij heb je hem niet. Ik hoop ook wel dat er een blonde tussen zit. Dat hebben ze straks alleen maar zwarte. Geen blondjes. Goed, zo Toets. Keurig hoor. Ja, keurig hoor, Toets. Goed zo. Goed zo, Toets. Doe maar. Jawel. Heb je nog dit? Oh, zo. Ik kom er wel. Nee. Oké. Ik kwam zo naar voren van even kijken bij Toets. Ja. Ja, ze zit eraan te knagen. Maar waarom mag ze die niet opeten dan? Ja, de navelstreng mag... Als die te kort is, dan verliest de pup te veel bloed. Ze mag de placenta opeten, maar ze mag de navelstreng niet helemaal tot op de buik weg knagen. Ten eerste kunnen er navelbreukjes van komen als ze het er te hard aan trekt. En het kan blijven bloeden. Hier, kom eens even wat dichter bij de moeders. Hier. Ja, zo. Het toetje gooit ze steeds de andere kant op. Wat is dat, Max? Ja, ik zie dat gewoon weer. Die toets, goed hoor. Nou, wat snel, hè? Nou ja, mag ook wel als een 6 eigenlijk bekomen. Zeker. Niet zo aan die buik klikken, Toets. Hij moet dicht. Ja, maar ze moet ook drinken. Hij stimuleert natuurlijk ook het plassen, hè? Hou ze eens een beetje bij je. Nee, dan gaat ze door de hele bak. Leuk, Max. Toets, Toets. Los. Nee, peren is beren. Hè? Peren is het beren. Ja. Ja, dat is
dit het echt. Nou, ik weet dat bij Dini hadden ze vorige keer, had ook een van die katten. Wat vooral onder de rug? Die katten ook helemaal tot aan de buik toe gewoon schoongemaakt hoor. Laat ze eens even een beetje drinken, Toetsie. Ze worden niet echt warm ook zo, hè? Nee, ik moet eigenlijk gewoon een doek onder. Ja, maar die duwt ze weg. Toet, kom eens hier. En die zit er lurken al. Kijk. Kijk, die hangt al. Waar pak ik op dat moment thuis? Mooi ja. Nog even kijken, Toet. Goed zo. Goed zo. Is er nou wat pers of niet? Nou, als ze begint te zuchten, dan... Nou, laat hem nou ook even pakken. Ja, jij wil natuurlijk gewoon bij je doos, want dat gaat weer beginnen. Weet je nog meer dingen over? Nee, gewoon helemaal zwart. Je kan er even wegen. Zo, ja, ik probeer die volgens mij. Ja.